binnen. Veel plezier, hè? Veel plezier daar. Hey. Hey man, hi. Alles goed? Hey, hey man. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Ja, zeker. Ja, dat dacht ik ook. Hey. Godverdomme, ze laten tegenwoordig echt iedereen zomaar binnen. Hey. Hi. Nou, dankjewel. Goed dat je er bent. Wauw. Ja. Eva. Hey. Dat kan je toch een oppas. Fantastisch uit. Oh, dankjewel. Zo, maar wat een gebouw, hè. Is het niks van jullie? Appartementje aan het water. Hè? Ik denk niet dat we kunnen betalen. Betalen? Met jullie salaris? Nee, dat is echt onmogelijk. Wacht, hey, jongens, ga lekker wat drinken. We komen zo aan. Zo, hè. Hoi. Hier Stevens. Hoi. Geniet ervan binnen. Ja. Zullen we niet te lang blijven? Schat, we zijn er net. Dat is waar. Kijk naar een lekkere wijf hier zijn. Dat is niet normaal. Hier, hier. Heb je dat zwartje gezien? Banglip, banglip, banglip. Laat die man nog gelukkig in de boeken. Die bin, die bam, bam. Net. Oh, god. Betrapt. Zo, mensen. Zitten we weer lekker te gluren? Scheetje, we zijn gewoon een beetje mensen aan het kijken. Dat is alles. Je zet me niet voor lul, hoor. Ik laat je hier alleen achter. Ik belofte ze altijd. Maar nakomen, ho maar. Is Marjolein er niet? Ze voelde zich een beetje draaierig. Oh. Is de suiker aan het meten. Oh, daar heb je er. Hey. Hey, hoi. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja? Ik moest even... Het gaat alweer. Ja? Als het niet meer gaat, gaan we naar huis, de Cookie. Cookie? Die heeft net de suiker gemeten. Ga je toch geen Cookie noemen? Vind je dat grappig? Die man die houdt van zijn vrouw, ja? Ik vraag me af wat jij zou doen als ik dat had. Nou, Scheetje, als jij dat zou hebben... dan zou ik je met liefde elke dag in je kont spuiten. Oh. Mag u iets vragen, meneer de psycholoog? Natuurlijk. U bent toch dokter Venneker? Klopt. U heeft mijn zus gekend. Ze heeft therapie bij u gehad. Sophie. Sophie Marai. Het spijt me heel erg wat er met die zus gebeurd is. Ach. Sommige mensen worden nu helemaal ongelukkig geboren. Begrijp ik niet. We hadden de laatste maanden veel vooruitgang geboekt. Maar die laatste sprong voorwaarts was geen succes. 10 verdiepingen. Heeft u hier misschien een appartement gekocht? Pardon? Nee, de architect is een vriend van me. Ja. En u? Ik? Nee. Ik ben hier met wethouder Royers. Ik ben zijn personal assistant. Interessant. Nee, niet echt, nee. Ik ben Anne. Anne-Marie. Het spijt me van je zus. Ach. Trek ik je niet zo aan. Het zit een beetje in de familie, vrees ik. Wat? Je bent toch niet van plan om ook iets stoms te gaan doen, hoop ik? Ik doe niet anders. Ik val namelijk op de verkeerde mannen. Tom. Hey. Hey. Ik kom toch van een ander feestje te zien? Ja. Hey, ga je even voorstellen. Dit zijn vriendinnetjes van me. Uh-huh. Dit is... Dit is... Meisjes, ik ga deze meneer eventjes meenemen. Ja, kleine kusjes, ja. Dat gaat. Kom maar, even deze kant. Even een kleine vergadering hier. Zo, oh, daar heb je mijn broer. Die gaat me natuurlijk weer de les lezen. Bartje. Vriendinnetjes van Kimmy of ben jij aan de babysit? Laat mij nou nog eventjes genieten. Ik ben nog een maand vrijgezel, hè. Nee, en ik hou van Kimmy. Maar ik kan dat lekkers toch niet zomaar laten lopen, wel? Jongens, het is goed dat jullie er zijn. Waar zijn Willem en Rob? Ik wil jullie heel graag iets laten zien. Kom eens even mee. Kom maar voor mij. Nou, ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de lift. Maar we kwamen voor de loft, toch? We zijn er bijna, jongens. Hou vol. Matje! Nee, is ze stom. Ja. Dit is gewoon niet leuk. Zo, heren. Wat vinden jullie ervan? Chic. Ja, dat is mooi. Het moet nog ingericht worden, maar straks is dit een oase van rust. Ver van de drukte, aan het water, uitzicht op de stad. Ja, er moet nog wel heel wat gebeuren aan die oase van je. Het is een plekje waar niemand je kan storen, waar je naartoe kunt gaan wanneer je maar wilt en met wie je maar wilt.
steeds voor. Hè? Oh man, zou het niet fantastisch zijn? Huh? Eigen nestje, waar je, hoe zal ik het zeggen, tijd kunt stelen. Tijd stelen? Wat vinden jullie? Moet ik verkopen? Dat zou je zelf willen houden dan. Een paar hele goede vrienden misschien wel, ja. Om wat te doen. Zeg, die meisjes met die rokjes, hè? Met die drankjes komen die boven. Die komen niet boven. Zie je. Geef me anders een sleutel even van het hokje. Dan kan ik die chickies van Tom even alle hoeken van de kamer laten. Hey, Willem, dat zijn serieuze wijven. Hè? Weet je wat die kosten? Moest je ze voor betalen. Waarom zouden wij hier een loft willen huren, Matt? Ik denk dat jij wel weet wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. Maar ik ben niet zo. Maar dat weet je. Trouwens, Rob ook niet, denk ik. Dan zijn we niet allemaal een beetje zo? Zou het niet allemaal heel graag een klein beetje zo willen zijn? Als jij het zegt. Je kan hier ook een serieuze krant komen lezen, hoor, Bart. Kom op. Gaan we. Rob, biertje. Waar moet hij weg? Ik kan dit niet. Rob! Ik kan hier niet blijven. Rob, waar ga je naartoe? Hé, hier! Nul! Het is allemaal dezelfde tering, zo, ja? We komen er ook samen uit, zoals afgesproken. Hé, hey, man! Rustig! Laten we nou niet in paniek raken. We moeten het hoofd koel houden. Wat? Het is voorbij. Realiseer je dat dan niet? Dit gaat allemaal uitkomen. Dat is niet waar. We gaan het oplossen. Oké? Okay? Kopje erbij houden. Ja? Voicemail Tom. Spreek wat in. Wat doen we als hij het komt? Tom komt. Hij moet komen. Dat kan niet anders. En als het is zoals de vorige keer? We kunnen niet de hand boven het hoofd blijven houden. Jongens, what the fuck is dit? Fatum nos jungebit. Wat betekent dat, Bart? Wat betekent dat? Kent u Latijn? Meneer de psycholoog. Sorry. Of u Latijn kent? Ja, ik ken Latijn. Mooi. Dan kunt u ons vertellen wat daar geschreven staat. Fatum nos jungebit. Dat lees ik ook, ja. Wat betekent het? Dit lot zal ons verbinden. Het lot? Of in dit geval de dood. Met haar bloed geschreven. Nou blijkt uit onze vaststellingen dat het slachtoffer niet echt het type is dat Latijn kent. Het is dus heel goed mogelijk dat iemand anders dat geschreven heeft. Met haar vinger. Iemand die wel Latijn kent. Meneer de psycholoog. Fatum nos jungebit is fout. Hoezo? De onvoltooid toekomende tijd van het werkwoord verbinden, jungere, is niet jungebit, maar junget. Er zou dus eigenlijk moeten staan fatum nos junget. Degene die u zoekt heeft een klassieke fout in het Latijn gemaakt. Maar dat wist u waarschijnlijk zelf ook al, meneer de inspecteur. Meneer Fenneker, waar is uw broer? Iedereen is hier, behalve hij. We krijgen hem niet te pakken. Ja, ik weet echt niet waar hij is. Spijt me. Het is eigenlijk uw halfbroer, toch? Hetzelfde moeder, een andere vader. Heeft in een aantal jeugdinstellingen gezeten, samen met zijn zus. Tom heeft minder geluk gehad met zijn vader. Ja, blijkbaar. Een zware alcoholist, sloeg zijn kinderen. U hebt eigenlijk nooit veel contact gehad met uw broer. En nu zijn jullie opeens beste vrienden. Ja. We hebben heel wat in te halen. Wat is dat? Het lot zal ons verbinden? Is dat voor ons, Bart? Is dat voor ons? Jongens! Het is een mes van hier. We gaan hiervoor opdraaien, besef je dat? Waar zit Tom, verdomme? Waar denk je? Kan iemand mij vertellen wat hier gebeurd is? Gore klootzak. Vieze vuile zak. Kom. Hou op. Hou op. Hey, raak me nog een keer aan. Ik kan ernaast liggen. Flik. Rustig. Oké. Rustig. Heb jij hier iets mee te maken? Nee. Luister toch. Ik heb hier niks mee te maken. Het is oké. Je kunt altijd op ons rekenen, dat weet je. Als jij een goede advocaat nodig hebt, dan regelen we dat. Ik heb geen advocaat nodig. Tom. Bart. Ben je hier geweest vannacht? Nee. Ik ben hier niet geweest. Ik ben bij mijn schoonouders blijven slapen. Als je het wilt checken, bel Kimmy maar. Waarom duurde het dan zo lang voordat je hier was?
omdat ik op een bouwerf stond met mijn schoonvader. En ik kon daar niet zomaar weg, oké? Lekker hoor, als ondertussen iemand op je voicemail staat, er ligt een lijk in de loft. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Nee? Waar was jij, Matthias? Voor je iedereen beschuldigd, waar was jij? Ik was thuis, gisteren. Getuige? Wat, geloof je me niet? Nee, geen getuige, nee. Nathalie zit in Nice, met de kinderen. Nice. Jongens, alsjeblieft. Als iemand van ons hier iets mee te maken heeft, zeg het dan nu. Dit is het moment. Nu.